Het frequentieplan dat het radiolandschap vorm moet geven is onderuitgehaald door de Raad van State na een klacht van 6 lokale zenders. Dat plan betreft de FM-band, maar intussen staat DAB Plus in de stijgers. Zo is er binnenkort de week van de digitale radio. Aanleiding allemaal voor een gesprek met twee leden van de commissie die zich in het Vlaams parlement buigt over de media. Dag dames en heren, ik praat met de Vlaamse parlementsleden Katja Segers van de SPA, met Karin Brouwers van de CD&V. Ja, we gaan het hebben over de radio. Hè. Welkom allebei in onze studio. Ja, de Raad van State heeft het zogeheten frequentieplan vernietigd. Kort samengevat, het plan waarbij de beschikbare frequenties op de FM-band verdeeld zijn over de zenders die zo'n frequentie willen. Nu, voor we het over de gevolgen van die vernietiging hebben, toch eerst eens duiden. Een zender moet twee stappen doorlopen. Eerst een erkenning vragen aan de minister en eens die erkenning op zak is, een radiolicentie vragen aan de VRM, de Vlaamse regulator voor de media. Mag ik het zo samenvatten, Karin Brouwers? Dat klopt. Nee. Dat zijn de twee stappen die men moet ondernemen. En dan krijg je een landschap met de bekende landelijke radio's, die van de Rijerslaan, die van de Medialaan. Er is ook nog nostalgie. Vier netwerkradio's zijn erbij gekomen met een semi-landelijke dekking en ook nog een pak lokale radio's. En daar is begonnen. Daar zijn de klachten gekomen, Katja Segers, van bij die lokale radio's. Het klopt inderdaad dat de Raad van State het frequentieplan afgelopen vrijdag heeft vernietigd. En dat kwam echt in als een bom, denk ik. Op basis van een van de klachten van een lokale radio. En de het argument waarover, want er zijn veel argumenten op tafel gelegd, maar het argument waar dat de Raad van State naar geluisterd heeft om te zeggen oké, dan moeten we de oefening opnieuw doen, ging over een aantal restfrequenties. Dus zijn frequenties die niet zijn toegekend. Die niet waren toegekend en dat had volgens Europa wel moeten gebeuren. Ja, natuurlijk. We horen al jarenlang discussie met de Franse gemeenschap dat Franse radio's daar gebruik, enfin, Franstalige radio's daar gebruik willen van maken. Ja. Dit stond dan bijna in de sterren geschreven, kan ik trouwens. Wel, het is te zeggen, de minister was nog aan het onderhandelen met de Franstalige gemeenschap, de federale overheid die daar ook tussen zit, op het ogenblik dat het frequentieplan goedgekeurd is. Vandaar dat hij die 26 frequenties niet had opgenomen in het plan, omdat men daar nog over aan het onderhandelen was. En bij de vorige twee keer is dat ook nooit opgenomen geweest. En die zaten die frequenties ook niet in het plan. Die Franstalige en Nederlandstalige radio's zitten daar elkaar te storen, zeg maar. Ze storen elkaar en vandaar moet je dus afspraken maken. Een samenwerkingsovereenkomst die is ondertussen wel in orde. Wij moeten dat nog goedkeuren, maar dat is ondertussen allemaal afgeklopt. Maar het probleem is dat dat er nog niet was op het ogenblik dat het frequentieplan naar buiten is gekomen. Dus die 26 frequenties zaten niet in het plan. Maar ondertussen is Europa veel strenger geworden en zij zeggen dat moet daarin staan. En als je die niet wil vrijgeven op de markt omwille van storingen van Franstalige zenders, maar eventueel ook omdat die voor militair gebruik zijn of nog andere redenen, er waren een aantal redenen mogelijk. Als je die niet wil vrijgeven, dan moet je dat maar motiveren. Maar je moet ze wel opnemen. Die 26 hadden er moeten inzitten. En de motivering ontbrak? Dat ontbrak. Dus ze zaten er niet in. En ook de motivatie waarom ze er niet in zaten, ontbrak natuurlijk ook. Ja, maar zat de minister niet een beetje, stond hij niet met zijn rug tegen de muur? Want ja, die vorige vergunningen, ja, die waren ten einde natuurlijk. Dus ja, hij was een beetje gedwongen door de tijd. Nee. De vergunningen zijn afgelopen eind 2016 al. En toen heeft minister Dat is net mijn punt, hè. Ja. Hij moest natuurlijk wel snel reageren. Wel nee, hij heeft een jaar tijd gekocht. Hij heeft al een jaar tijd gekocht, dus hij had eigenlijk veel eerder het opmaken van een frequentieplan, wat natuurlijk een bijzonder moeilijke technische aangelegenheid is. En er lopen in Vlaanderen niet veel mensen rond die dat goed kunnen doen. Zeker ook gegeven het feit dat we via het radiodecreet, waar ook mijn partij volledig achter stond, want de doelstellingen van het radiodecreet zijn heel goed, dat we daar nu net dat nieuw type radio voorzien in hadden, die netwerkradio's. Dus op dat moment moest dat frequentieplan. Die vier die semi-landelijk werken, hè? Ja, dus die moest je wel proberen om een goede dekking te geven over zo groot mogelijk stuk van Vlaanderen. Dus die opmaak van dat frequentieplan was nodig in functie ook al daarvan. En daar is, ik weet niet wat daar misgelopen is, ik weet wel dat er weinig mensen zijn die dat kunnen. Een aantal mensen hebben zich ook aangeboden. Of dat de voorstellen gevolgd zijn, dat weet ik niet. Maar ja, het resultaat is dat het niet goed gebeurd. Het is wat het is en de Raad van State heeft dat nu vernietigd. Ja.
Maar mag ik misschien toch even... Ja. Omdat ik vind nu wel... het feit dat dat niet samengelopen is en dat de minister moest vooruitgaan, ik denk dat dat wel duidelijk is dat hij weinig tijd te verspillen had, dat heeft er toch ook wel mee te maken, die onderhandelingen met de Franstaligen liepen, maar je gaat je toch ook niet laten gijzelen door een resultaat op dat vlak af te wachten voordat je zelf voortgaat met je procedure. Dus ik begrijp dat de minister is doorgegaan alleen. Hij had het beter moeten motiveren. Hij had het misschien toch er best ingezet en gezegd, we zijn dat nog aan het onderhandelen. Maar okay, goed, dat zijn vijgen na Pasen. Ondertussen is het vernietigd. Is het vernietigd? En dat is de vraag. Ja, de zenders die op basis van het vernietigde frequentieplan een vergunning hebben... Ja, hebben die vergunningen nu nog altijd? Of wat is er mee aan de hand? Eigenlijk, alle radio's die momenteel nu in de ether aan het uitzenden zijn, zijn eigenlijk illegaal bezig. Mm-hmm. Dus, niet vergund? Zijn niet vergund. Voor mij... En dat geldt evengoed voor de landelijke radio's op de Rijerslaan, VRT-radio's. Die van Medialaan, die zijn op dit moment niet vergund. Nee, dus wat ik denk dat er moet gebeuren, is de oefening grondig opnieuw maken. Want niet alleen bij het maken van het frequentieplan. En bedoelt u met een witblad herbeginnen? Een witblad herbeginnen, denk ik. Maar ook zeker ervoor zorgen dat de radio's die nu in de ether zijn, dat die niet in een onzekerheid belanden. Ah ja, je zal maar die investering gedaan hebben in een station en nu in onzekerheid zijn. Dat is niet de bedoeling? Nee, dat is niet de bedoeling. Goed, hoe organiseer je zo'n witblad dan? Ik denk dat de minister goed moet kijken. Hij spreekt over een herstelbesluit. Ja. Gaat dat de mogelijkheid bieden om aan de radio's continuïteit te geven? Dat is voor jou niet voldoende. Maar sowieso, nee, omdat het hele radiodossier achtervolgt de minister nu al enkele jaren. Niet alleen bij de opmaak van het frequentieplan zo'n moeilijke oefening geweest, maar ook vooral de erkenningen is heel veel fout gelopen. Als je ziet dat van de 4 netwerkradio's er eigenlijk nu al 3 niet meer zijn wat ze beloofd hebben. Daar gaan we het straks over hebben, over die beloftes die ze maken om die erkenning binnen te rijven. Maar ik hoor u zeggen, nee, ik geloof niet in zo'n wit blad. Wel, ik zou toch ook geen paniek zaaien. Juridisch, technisch zijn er fouten gebeurd. Ik denk dat we dat moeten toegeven. Maar ik hoor Katja Segers zeggen, op dit moment heeft niemand een vergunning. Het is ook een economisch heel belangrijke sector. Hè. Dat moet ik in een mediawereld, zoals hier ook, toch niet vertellen. Economisch is het ook van groot belang dat er rust is in het radiolandschap. Die radio's leven van de reclameinkomsten. En zij moeten natuurlijk aan die adverteerders zekerheid kunnen bieden. Dus rechtszekerheid is heel erg belangrijk in dit dossier. En die krijg je de minister, niet door te herbeginnen? De minister heeft onmiddellijk, vrijdag nadat het arrest naar buiten was gekomen, heeft hij in de loop van die dag onmiddellijk gereageerd om te zeggen, maak u geen zorgen. Heeft misschien... Het probleem wat onderschat, dat weet ik niet. Maar hij heeft gezegd, de vergunde radio's blijven op dit moment vergund wat hem betreft. Misschien is dat juridisch-technisch ook niet helemaal correct, want volgens de Raad van State zitten ze nu een stukje in de illegaliteit. U zegt dat zo. Maar ik zou dat toch zo niet durven poneren. Ik geloof meer... Om de rust te bewaren voor de investeerders onder meer. We gaan gewoon zeggen van, kijk, nu hebben ze hun vergunning en ze blijven uitzenden zonder probleem. Wat er wel moet gebeuren, heeft de minister ook aangekondigd, is een herstelbesluit. Waarin dat je dan die 26 frequenties opneemt, motiveert of je ze al dan niet vrijgeeft aan de markt en dat herstelbesluit opnieuw met alle procedures, consultatie, Raad van State enzovoort op de regering brengt. En nadien, als dat dan allemaal in orde is, zou volgens mij alles terug in kan en kruiken moeten zijn. En waarom... ziet dat te realiseren binnen de termijn die de regering nog heeft? Ik hoop dat hij daar nu al mee bezig is, eerlijk gezegd. Want het moet natuurlijk wel snel gaan. Dus die vernietiging is er geweest. Nu moet het zo snel mogelijk hersteld worden. En ik verwijs een beetje, want vorige vrijdag had ik ook een lichte paniek van oei, moeten we nu helemaal opnieuw beginnen. Maar ik ben wat verder gaan zoeken en in 2003 is er nog een frequentieplan geweest waar dat ook natuurlijk procedures tegen waren, want dat is altijd zo. Je hebt altijd mensen die misnoegd zijn om een of andere reden. Soms halen ze gelijk, soms niet. Ja, de markt is schaars en iedereen wil erop. Voilà. En in 2006 heeft toen de Raad van State gezegd, maak een herstelbesluit en dat kan met terugwerkende kracht gelden. Dus de regering kan terug naar april 2007. Mevrouw Segers, gelooft u in die oplossing, een herstelbesluit, en iedereen die vandaag uitzendt kan het intussen blijven doen?
Het is oplapmiddel, hè. Het is een oplapmiddel. Ik heb zeker gehoord naar het argument, het economisch argument en rust en zo verder. Maar als we het hele traject bekijken, hoe het allemaal verlopen is in enkele jaren, en dat er zoveel misnoegdheid is en zoveel fout gegaan is, denk ik dat je moet durven zeggen van laat ons op een tussenoplossing zoeken, hè, en ons opnieuw beginnen. Opnieuw beginnen. Maar goed, gaat dat eventuele adverteerders geruststellen? Investeerders ook, die vandaag geïnvesteerd hebben in een zender, in de station? Als je in tussentijd kan een oplossing zoeken voor waar dat nu goed loopt, dan moet dat denk ik mogelijk zijn. Ja. Alleen verwacht ik niet dat de minister op zo'n korte voor het einde van de legislatuur dat gaat. Dat is wel arbitrair. Waar loopt het goed, waar loopt het niet goed? Wie gaat dat weer beslissen? Dat gaat weer nieuwe procedures veroorzaken. Dan zijn nieuwe verkiezingen en hebben we een andere minister van Media misschien. Nu, het is eigenlijk van in het begin nooit echt rustig geweest rond dat frequentieplan. En zoals gezegd moet een zender eerst een erkenning vragen aan de minister, nadien een vergunning aan de Vlaamse regulator voor de media. Maar Karin Brouwers heeft er begin het jaar op gewezen dat de periode tussen die twee momenten te kort was. Dat, omdat alle vorige vergunningen afgelopen waren. Ik hoor van Katja Segers zeggen, eigenlijk in 2016 al. En dan eind vorig jaar komt die erkenning daar. Maar goed, dan moest er heel snel een vergunning gevraagd worden. Dat was te kort en heeft problemen veroorzaakt? Dat was inderdaad te kort, die termijn. Maar dat is toen ook opgelost door eigenlijk een stukje toch een gedoogbeleid, ook vanuit de VRM, die niet konden volgen natuurlijk. Die kregen al die aanvragen binnen vlak voor de kerstvakantie van vorig jaar. En die radio's moesten zogezegd op 1 januari starten. Dat ging natuurlijk niet. Daar is een soort overgangsperiode de facto geweest. En ondertussen... Ja, maar is het voor u illustratief voor wat er aan vooraf gegaan is? Het was inderdaad wel laat. Hè. Ja, dus, is te laat gestart, dat vind ik ook wel. Ja. Ja. En vooral waar het voor een groot stuk fout gelopen is bij de procedure die gevolgd is voor de erkenningen. Voor de erkenning, de procedure die vooraf gaat aan de beslissing van de minister. Ja, aan de vergunning. Wat is daar fout gelopen? Wel, ik heb dat net al gezegd, de intenties van het radiodecreet waren goed. Hè? Dus diversiteit garanderen, kwaliteit garanderen, ketenvorming tegengaan, maar aan de andere kant... Vermijden dat we in heel Vlaanderen een topradio hebben of een radiocontact die dan eigenlijk de facto één radio is. Ja, voilà. Maar aan de andere kant ook de economische realiteit erkennen en te zeggen, oké, we hebben wel ruimte voor een aantal netwerkradio's die nationaal kunnen uitzetten. Dus die doelstellingen waren... Vier. Die waren goed. We hebben op een moment zelf gediscussieerd, 4 of 5. Ja. Het zijn er dan 4 uiteindelijk geworden. Daarop mochten de kandidaten indienen, hun dossier indienen. Minister Gats heel terecht heeft gezegd, ik wil dat zoveel mogelijk objectiveren. Hij heeft dat in handen gelaten van de administratie. En de administratie heeft daarvoor mensen aangeduid. Mensen die niet noodzakelijk het radiolandschap zeer goed kenden. Hè. Dat stond in de vacature het strikt tot aanbeveling. Wie dat waren, weet ik niet. Dus ik kan daar ook niet over oordelen. Maar waar het dan, denk ik, niet goed gelopen is dat er gezegd is, we gaan op papier beoordelen. Dat heeft er onder meer toe geleid dat een radiostation als... Hit FM. Beloofde wij gaan samenwerken met Flair. En dat bleek niet te kloppen. En dat bleek een leugen te zijn. En dat had men niet gecheckt. Dat had men niet gecheckt. Dus doelbewust heeft men, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij het kunstendecreet, waar kunstorganisaties ook een dossier indienen, maar die dat dan moeten komen verdedigen, daar gebeurt een reality check. Die reality check is niet gebeurd. Er is geen hoorzitting geweest met de kandidaten. Men heeft puur op papier beoordeeld en daar werden, want we hebben die dan opgevraagd, we zijn die gaan bekijken, de meest waanzinnige zaken beloofd. Bijvoorbeeld een radio belooft van, ik ga mijn reclameinkomsten op een jaar vervijfvoudigen. Hallo? Vervijfvoudigen? Dus 5 keer meer reclame uitzenden. Als je natuurlijk begint met niks, is dat ook niet zo. Maar dat was ook niet het geval. Dus het feit dat die reality check niet gebeurd is, maakt dat er eigenlijk de grootste windmakers eigenlijk tot zeer grote verrassing... Een erkenning hebben binnengereisd. Ja. Maar is het dan niet aan het parlement om daar iets aan te doen, om die procedure vast te leggen, dus noods in een decreet? We hebben dat ook gezegd, ook vanuit de meerderheid. We hebben gezegd, die reality check is niet gebeurd. En daar is al het dossier. Hit FM is uiteindelijk... Topradio. Ja, de tweede in de rij heeft het dan gekregen, omdat er daar inderdaad een onwaarheid in het dossier stond. S-radio is nu Energy geworden.
Ja, nog zoiets. Frans-Arabische woorden. Maar er was ook bijvoorbeeld geen vergelijking. Hè. Dus er waren telkens twee mensen die het dossier bekeken. Maar zij vergeleken die niet. Ik heb al aangeduid wat het probleem is. Ja. Mijn vraag was, kan je daar als parlement iets aan doen? Kunnen jullie initiatieven nemen? Het probleem is, deze procedure was lopende. En je kan moeilijk tijdens de procedure de regels veranderen. Dat mag ook gewoon niet. Dus we hebben het laten lopen, zo goed en zo kwaad als het kon. En er zijn uiteindelijk ook wel heel veel goede radio's uitgekomen. Het is niet dat we nu met een vreselijk radiolandschap zitten op dit ogenblik. Nee, dus maar naar een volgende periode toe, als dat ooit nog gebeurt, want we gaan misschien allemaal overschakelen op DAB+, maar als ooit die FM-frequenties nog eens een keer verdeeld moeten worden, dat zal dan in principe binnen 9 jaar zijn, want ze hebben het voor 9 jaar gekregen, dan zullen we toch tegen dan, en een volgend parlement gaat toch het mediadecreet ernstig moeten herbekijken omwille van Europese richtlijnen, verordeningen die daarop komen. Maar goed, dat is het moment om in te grijpen en die procedure waarvan u zegt van kijk, dit gebeurt ergens op een bureau in Brussel, mensen die niet buiten komen, een papier beoordelen, dat zou dan tot het verleden moeten behoren. Nu, u zegt, het zal misschien niet meer nodig zijn, want DHB Plus komt eraan, maar evengoed gaan dan vergunningen moeten gevraagd worden, hè? Ja, dat klopt. Ja. Dus dat was ook die procedure, ik denk dat het een heel goede zaak is om te leren, lessen te leren uit wat dat er in deze procedure fout gelopen is. En dat inderdaad in het mediadecreet op te nemen, want ook de DAB plus frequenties zijn ook schaars. Hè. Er zijn er meer dan de FM-frequenties, maar de schaarste die maakt dat dit altijd zo'n strijd is geweest. Ja. Het woord is hier gevallen, DAB plus, misschien voor de kijkers eens uitleggen wat dat is. Hè. Want ik kan me best voorstellen dat heel veel mensen dit nog niet kennen, nog niet hebben. Heel kort samengevat, wat is DAB plus, Katja Segers? Dat is digitale radio. Digitale radio. Maar goed, als ik naar een internetstation luister, luister ik ook naar digitale radio, maar dat is het vooral niet. Nee, het is niet. Hè? Nee, het is digitale radio via de ether. Eigenlijk. Via de ether. Nu, sinds 1 september hebben de grote spelers de verplichting om ook via DAB Plus uit te zenden. Een aantal kleinere spelers doen dat trouwens ook. Ook dat heeft een impact op het radiolandschap. Wat gaat er voor mij als consument veranderen als ik naar DAB Plus begin te luisteren? Op een gegeven moment, wanneer er beslist zou worden om de FM-band, waar altijd strijd om geweest is, af te schakelen, dan gaat er uit uw FM-toestel geen geluid meer komen. Op dat moment gaat u een nieuwe radio kopen. Nu, die nieuwe radiotoestellen die zijn momenteel best al democratisch. Onlangs was er bij Aldi één in de aanbieding voor... Oeps, een beetje reclame ondertussen. Ja. Enfin, voor een kleine 50 euro. Ja. Maar een grote struikelblok is de radio, is de auto. Ja, want onze drivetime, de primetime voor radio is drivetime. Er wordt gigantisch veel geluisterd in de auto. Creëer je dan toch geen sociaal deficit waar je als socialist een beetje moeilijk mee hebt? Ja, dus daarom zou ik ook die overgang naar DAB+, eigenlijk moeten daar een paar hordes voor genomen worden. Hmm. Er moeten afspraken gemaakt worden met VBIAC, dus de lobby van de auto-industrie, om ervoor te zorgen dat die DAB+ toestellen standaard zijn ingebouwd. Ja. Momenteel zijn maar u weet dat mensen die het wat minder breed hebben een occasiewagen kopen. Dus dat gaat nog lang duren. Zelfs al wordt er vandaag beslist dat alle automerken zijn er al een paar standaard dat DAB Plus toestel inbouwen. Ja, een auto rijdt gemiddeld 8 jaar rond, dus dan gaat dat nog heel lang duren eer alle auto's uitgerust zijn met een DAB Plus toestel. Is er een oproep om dat afschakelen dan toch nog heel lang uit te stellen? Voilà. Dus oorspronkelijk had de minister 2022 vooropgesteld, waarbij hij dan dacht van dat gaat 50% van de mensen overgeschakeld zijn. Ik denk dat dat te vroeg is. Ik denk dat we echt gaan moeten... In die opzicht is dat een goede zaak dat hij aangekondigd heeft om een nulmeting te doen. Ja, die is er geweest. Hè. Die is in september. Ja. Een nulmeting, wie heeft er vandaag al zo'n toestel in zijn wagen? En dat vergelijken we dan binnen een jaar, 2 jaar nog eens. Nu, dat sociaal deficit, mensen moeten dan verplicht een nieuw toestel kopen, een nieuwe auto kopen misschien, of het toestel in de auto vervangen. Maar goed, dat kost allemaal geld, hè? Ja, dat klopt. En het gaat niet alleen over de auto. Uitstellen, we hebben thuis in elke slaapkamer allicht ook een wekkerradio. Je hebt nog een aantal draagbare toestellen misschien bij je thuis. Dus het gaat wel om meer radio. Oh, waarom zou ik dat moeten kopen? Wel, ik luister vandaag naar de radio natuurlijk. Dat wou ik net nog zeggen. Wat is het voordeel voor de consument? Is natuurlijk de luisterkwaliteit, het geluid dat
10 keer zuiverder is, dat veel beter is. Je kunt dat eigenlijk vergelijken, ik weet niet, misschien wat jonger, maar ik heb nog ooit op de middengolf naar radio geluisterd en dan is FM gekomen. Ik denk niet dat er iemand van ons die middengolf nog opzoekt. Terug naar, naar de ruis van Robert. Voilà, het is eigenlijk een beetje te vergelijken. We gaan naar een veel betere kwaliteit. En dan vind ik wel, afschakelen van FM of niet afschakelen en wanneer, dat is nu zelfs op dit moment niet aan de orde, die datum. Maar we moeten wel een gelijk speelveld creëren voor iedereen. En op dit ogenblik zitten... Daarmee bedoel je iedereen of, iedereen, of niet iedereen? Zoveel mogelijk radio's die daar wensen op te gaan. En dat is op dit ogenblik niet het geval. In tegenstelling tot in Wallonië, waar men nu met een frequentieplan bezig is, waar alle Waalse radio's, ook de lokale, gaan kunnen kiezen om meteen ook op DAB Plus te gaan, FM en, of, de drie mogelijkheden. In Vlaanderen heeft men het anders aangepakt, heeft de minister gezegd, we gaan met de grote beginnen. Dan hebben we al een groot draagvlak. Maar nu moeten de kleintjes ook nog op de kar kunnen springen. En dat is een beetje onze zorg. Zij zitten niet in de stuurgroep Digital Radio Vlaanderen, die nu ook die week van de digitale radio organiseren, campagnes gaan doen op de autostal enzovoort. Zij zouden daarmee aan tafel moeten zitten. En ik vind ook dat de minister zeer dringend, maar echt dringend, op zoek moet naar de plaats, de kavels op DAB+, die nog vrij zijn voor lokale radio's. Hij heeft, nu ga ik even toch technisch, als het 5A en 5D gaan waarschijnlijk naar Energy en Stadsradio Vlaanderen volgend jaar moeten gaan. Twee daar van die vier semilandelijke radio's. Maar daar zijn misschien nog restfrequenties. Ja. Dan heb je een nummer 10, die kan opgedeeld worden in 10A, 10B, 10C, 10D. Maar dat zit bij Nordkring, die doen daar niks mee. En Nordkring is de operator die de zendmasten beheert. Ja, en die zitten mee aan tafel in die stuurgroep, dus die moeten in gang schieten. Ja. En ik zou vragen dat daar een onafhankelijke studie voor komt, van experts die zeggen, daar en daar zijn nog restfrequenties, en dus nood ze gaan zoeken in het buitenland. Maar goed, ik ga even onderbreken, want het wordt natuurlijk anders heel technisch. Ik onthoud, de grote spelers doen vandaag al mee, moeten trouwens sinds 1 september van deze maand. Van de vorige maand, september. Er moet gezocht worden of de kleintjes mee aan boord kunnen getrokken worden. Maar Katja Segers, Noorwegen, daar heeft men FM al afgeschakeld. De landelijke radio's zenden alleen nog via DAB Plus uit. De grote lokalen in de vier grote steden ook. Al die andere kleine zenders, die zitten nog altijd op de FM-band. Leren we daar iets uit? Ik denk dat we verschillende lessen uit de case van Noorwegen kunnen trekken. Ik heb trouwens ook een mastersproefthesis daar rond begeleid. Het is zo dat ik denk dat inderdaad een gefaseerde overgang, waarbij dat je nog een aantal FM laat gebruiken door de lokale, maar ik ben het absoluut eens met collega Brouwers, dat van meet af aan die lokale radio's een plek moeten krijgen op de onderhandelingstafel en op de DAB+. Anders heb je dat gelijk speelveld. En anders krijg je binnen 10 jaar hetzelfde probleem van vandaag. Een schaarse markt waar iedereen op wil en te weinig plekken voor gegarigden. En verder Noorwegen heeft een aantal zaken nog geleerd. En dat is dat één, je hardware moet in orde zijn. Dus heeft de minister in gevolgd dat hij die overgang naar DAB nog wat tijd gegeven heeft, omdat nog enkele maanden geleden de kwaliteit van de DAB niet groot... Er waren grote delen van Vlaanderen waar dat je binnenshuis DAB Plus niet kon ontvangen. En dat had te maken met de hardware, zegt u? Ja, nu is dat... De zenders zelf. De zenders zijn... Maar nu zou dat moeten kunnen in orde zijn. Twee, is dat je software moet in orde zijn. Dat wil zeggen dat je een voldoende kwalitatief aanbod van radio's kan een plaats geven op die DAB+. Anders hebben mensen helemaal geen reden om een DAB-toestel te kopen. Zo is de radio trouwens ook uitgevonden. Het waren de radiofabrikanten die ook die op een moment programma's zijn beginnen maken. En ten derde is promotie een zeer, zeer belangrijk. Maar die komt er nu aan, met die week van de digitale radio. Maar ik wil het ook nog even over Noorwegen hebben, want in juni van dit jaar zijn enkele studenten journalistiek van de Artevelde Hogeschool in Gent naar Noorwegen getrokken om daar met een aantal betrokkenen te praten, hen te ondervragen over hun bevindingen. Ze hebben onder meer gepraat met de voorzitter van de koepel boven tientallen lokale spelers. Spelers die hun marktaandeel hebben zien stijgen van 5% naar 7%, omdat mensen nog geen toestel hebben en dus noodgedwongen naar FM-uitzendingen luisteren. Maar, zeggen die lokale spelers, wij mogen nog tot 2022 uitzenden en we zouden dit graag verlengd zien tot 2031. Want, zeggen die, we zien de kostprijs
En u had het over de hardware. We zien de kostprijs vandaag niet zitten. De kost om een zendmast te laten werken vandaag, FM, is 10% van de investering in DAB+. Hebben ze die Gentse studenten verteld, dan is dat toch een pleidooi om nog heel lang te wachten. Mensen moeten een auto kopen en de zenders moeten ja, die investering kunnen doen. Ja, maar dat wil ik toch even tegenspreken. Misschien hebben die mensen in Noorwegen dat zo verteld, maar het is natuurlijk... Ik heb het interview vandaag nog eens beluisterd. Ja, ja, het zal wel juist zijn, maar het punt is, nu moet elke lokale radio zelf investeren in die antennes. Dat kost ook heel veel geld. 10% van de investering ja, in DAB+ maar, in Noorwegen. Ik heb daar ondertussen andere cijfers over gezien. Als je op die kavels die men nog moet zoeken voor die lokale radio's, als je daar bijvoorbeeld op zo'n 10B, ik zeg maar iets, 18 lokale radio's kunt opzetten, dan kunnen die de kosten onder elkaar delen. En dat is altijd een kleiner stuk dan degene die nu op DAB+. We mogen het niet vergelijken. En moet je zenders dan verplichten tot samenwerken? Ik denk het wel, dat ze dan moeten ja. afspreken van we gaan er samen op om de kosten te delen. En tegelijkertijd erover waken dat het geen ketenradio wordt. Want dat ja. willen we net vermijden met het radiodecreet. Ja, je moet natuurlijk een goed aanbod hebben. Dat is, dat zou jammer zijn. Absoluut, daar moeten we zeker ook in doen. We hebben nog 2 minuten de tijd. Ik wil jullie allebei nog laten reageren op 1 radioonderwerp. Er was begin oktober heisa rond de vaststelling dat Vlaamse cultuurhuizen, het Concertgebouw in Brugge, de opera, noem maar op, moeten betalen als ze willen dat de VRT bij hen op locatie radio komt maken. Ook als het gaat om informatieve programma's. Wordt dat nog verder opgevolgd in de commissie media van het Vlaams parlement, waar jullie beiden inzitten? Ik denk dat er een kwalijke tendens aan de gang is. Het voorbeeld van de VRT is er één. Het voorbeeld dat vorige week in de krant stond, namelijk VBRO, die net een vergunning heeft gekregen om de Vlaamse muziek te promoten, dat die geld vraagt aan artiesten om hun plaatjes gedraaid te krijgen. Dat zijn zeer zorgwekkende evoluties. Ik zie dat trouwens in de rest van de media ook. Ik zie dat in vrouwenbladen. Is dat een gelijkaardig voorval wat er gebeurt bij VBRO en wat er gebeurt bij de VRT? Helemaal je laat externe betalen natuurlijk. Je krijgt zoiets een schijn van het doorheenlopen van commerciële en redactionele belangen op die manier. En dat mag een VRT zich, dat kan de VRT zich niet permitteren. En dit wordt verder opgevolgd nog in het Vlaams parlement? Absoluut. We hebben transparantie gevraagd over dat dossier en we hopen die nog verder te krijgen. Ja. Want dat is inderdaad nog niet helemaal uitgeklaard. Ik onthoud uit dit gesprek dat jullie allebei nog heel veel vragen hebben voor minister Gats. Nog heel veel werk op de plank, zoveel tijd. Is er niet meer, want in mei zijn er verkiezingen. Heel veel vragen, hopelijk nog heel veel antwoorden. Bedankt. Katja Seger, voor jouw komst naar onze studio. Karin Brouwers, ook bedankt voor jouw komst naar onze studio. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.